Met elke tel laat jij je een beetje dieper glijden in een rust. Je hoort Jos Klaus. In een aangename, rustige ontspanning. Een hypnotiseur met jarenlange ervaring. En als je oogleden zo zwaar worden dat ze eigenlijk dicht willen, dan laat je ze ook gewoon dicht gaan. Hij staat op het podium van het allerkleinste theater in Amsterdam en boven hem schijnt een fel rood licht. Sluit daar maar je ogen. In deze aflevering doet hij een poging om een zaaltje proefpersonen onder hypnose te brengen. Je hoeft je daar dan niet tegen te verzetten. Jos laat onze proefpersonen de slappe lach krijgen. Voel die energie. Citroenen eten alsof het sinaasappels zijn. Die heerlijke, sappige sinaasappels. En sommige proefpersonen geloven na een half uurtje dat ze een Griekse godin zijn. En als ik zo dadelijk stop zeg, heet jij Venus. Hoe heet je trouwens? Venus. Het lijkt wel... Mooie naam. Ja. Eén grote goocheltruc. Is hypnose nou onzin of niet? Steeds meer wetenschappelijk onderzoek van over de hele wereld kan hypnose verklaren. Iemand die daar van alles over weet, is neurowetenschapper Jacob Jolij. Hij zit op een barkruk achter in de zaal van ons kleine theater. En terwijl hij meekijkt met de show van Jos, neemt hij ons mee in de wetenschap achter hypnose. Hypnose is allerminst onzin. Het bestaat, hebben we ook een goede wetenschappelijke verklaring voor. Je kunt je natuurlijk voorstellen, er zit natuurlijk grens aan. Je krijgt geen superkrachten van hypnose. Hypnoseachtige of transachtige toestanden, die kunnen ook natuurlijk optreden. Bekend voorbeeld is als je in de trein zit en je rijdt langs een bos en de zon die komt er af en toe door, dat je een soort knipperend licht hebt. Daarvan kun je in een soort transachtige toestand komen dat je even helemaal weg bent. Ander voorbeeld is, mensen hebben dat als met autorijden. Als je over een bekende route rijdt, dat je opeens denkt, hé, maar ik ben thuis, hoe ben ik hier gekomen? Dat is ook een soort veranderde bewustzijnstoestand. Dus hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand waarin je vatbaar bent voor suggesties. Als je dat automatische pilootgevoel ervaart, zit je in een andere laag van je bewustzijn. Dit is de toestand waar een hypnotiseur als Jos jou door middel van een diepe ontspanning in terecht kan laten komen. In die staat van grote rust ben je vatbaar voor instructies, opdrachten. Jacob noemt dat suggesties. En wat er tijdens hypnose waarschijnlijk gebeurt, is dat je die automatische piloot door middel van suggesties kan beïnvloeden. Dat zijn de instructies of het verhaal dat in dit geval Jos eromheen heeft verteld. En waarbij sommige mensen zelfs helemaal dingen gaan beleven, dingen zien, dingen proeven die er niet zijn. En het begint dus allemaal met ontspannen. Terug naar de theaterzaal. Oké, mijn naam is Jos Klaus. Ik kom uit het donkere zuiden. Door hypnose kan je automatische reacties die je hebt op sommige dingen doorbreken. Zet je voeten even plat op de grond. Leg je handen losjes op je bovenbenen. En ik maak nu een rode landbaan. Je doet de hele dag door dingen zonder erbij na te denken. Je deur op slot doen, je wachtwoord intoetsen. Is de bedoeling dat jij je daarop concentreert. En op mijn stem. In hypnose kun je die automatische reacties veranderen of zelfs uitschakelen. Terwijl jij nu al je aandacht op het ene punt richt, zul je gaan ontdekken dat je dat punt verschillend gaat waarnemen. Dat zijn gevolgen van het ontstaan van trance. Waar hypnose veel voor gebruikt wordt, dat is mensen die van het roken af willen komen. En die hebben vaak, als ze bijvoorbeeld op een terras gaan zitten en ze bestellen wat te drinken, dat daar direct gewoon de trek in een sigaret bij komt. Dat zijn automatische koppelingen die je hebt aangeleerd. Daar word je uiteraard niet mee geboren, maar je hebt het gewoon aangeleerd. Dus eigenlijk een soort automatische piloot. Drankje op het terras, sigaret hoort erbij. Wat je nou met hypnose kan doen, is dat je dat soort automatische reacties kunt overschrijven. Wat je aangeleerd hebt, en dat is ontzettend veel, daar kun je eigenlijk nog een heleboel aan sleutelen, een heleboel aan veranderen. En hypnose is een hele effectieve manier om dat te doen. Je oogleden worden ook zwaarder, steeds zwaarder. Mensen onder hypnose brengen heeft altijd een aantal vaste elementen. Eén hele belangrijke, dat is de ontspanningsoefening. En wat er ook in zat, en dat is ook een heel slim trucje, dat is ook een stuk suggestie. Je oogleden worden zwaarder. Als je naar het lampje kijkt, dan wordt het vager, wordt het scherper. Dat zijn hele normale dingen die je gewoon kunt verklaren op basis van hoe je ogen werken. Als je ergens naar een bepaald stipje op de muur kijkt, dan zul je dat ook merken. Maar wat een goede hypnotiseur op een hele slimme manier doet, is dat inbouwen in zijn verhaal, zodat zijn suggesties nog overtuigender worden.
Dus op die manier maak je het plaatje compleet. Het is 28 graden, het wordt nog warmer, je ontspant je. Terwijl Jos begint met zijn suggesties over een warme zomeravond... Je kele schuurpapier. ...wordt het spannend. Je hebt een vreselijke dorst. Zal de zaal in hypnose raken? Voel die droogte in je keel. Het vermogen om in die transtoestand te raken, dat heeft eigenlijk iedereen. Alleen sommige mensen net iets meer dan anderen. Het is namelijk niet een magische gave of een heel gek iets, hè? Maar tussen de 2 en 10% van de mensen is echt hoog hypnotiseerbaar. Dus als je goed oplet, dan zie je dus ook dat hij door de zaal loopt om te kijken welke mensen reageren het beste op de suggesties. Wie zijn er het diepst ontspannen? En til ik een arm van je een stukje omhoog, dan geniet je nog meer van die... Hij loopt door de zaal om bij iedereen te voelen of zijn hypnose aanslaat. Maar als ik hem loslaat, is die 1000 kilo en hij valt zo'n baksteen omlaag. Achterin zit Anne. En als ik hem weer optil, dan doe je echt je uiterste best om hem omhoog te houden. Bij haar werkt het duidelijk niet. Maar hoe meer je je best doet, hoe zwaarder die wordt. Haar arm valt niet naar beneden, maar blijft gespannen in de lucht. Voor in de zaal raken twee vrouwen juist steeds dieper in trance. Je hebt een vreselijke dorst. Deze vrouwen heten Aniek en Anouk. Ze zijn 100% vatbaar voor Jos zijn suggesties. Elke keer dat je slikt, wordt dat verlangen naar heerlijke, zoete, sappere sinaasappel groter en groter. Vanaf nu focust hij zich dan ook alleen nog maar op hun. Sta maar op en reik naar die sinaasappel. Ze krijgen steeds meer zin in die zogenaamde sinaasappel. En hoe hoger je reikt, hoe groter je kans wordt om een stuk sinaasappel te pakken te krijgen. Maar die sinaasappel... is natuurlijk geen sinaasappel. Rijk ernaar, strek je armen omhoog. Hoger en hoger. En zodra Anouk en Aniek een stuk citroen in hun handen gedrukt krijgen, eten ze hem gulzig op. Tik ik op je voorhoofd, kijk je me aan en je ziet wat je eet. En het smaakt 100 keer smeriger dan je ooit gedacht had. Hoi. Zuur. Zuur, hè? Even iemand een glaasje water misschien. Volgens Jacob is dit vrij klassieke hypnose-experiment weer een goed voorbeeld van hoe die suggesties invloed hebben op ons brein. Je hebt een droge keel en je hebt ontzettend veel zin in een sinaasappel. Dus het verhaal eromheen, dat is de suggestie. Daarmee schetst Jos het beeld van iemand die ontzettend veel dorst heeft, op dat strand staat. En in die hypnotische toestand kunnen sommige mensen er zo ver in gaan dat ze het ook echt voor zich zien. En dat ze dus, als ze dus iets in hun handen krijgen dat voelt als een sinaasappel, eigenlijk hun eigen brein kunnen foppen in die hele interpretatie, een hap nemen en dan ook echt een sinaasappel ervaren. En dit is eigenlijk een van de allerinteressantste dingen aan hypnose. Je kunt de bewuste interpretatie van bepaalde prikkels, dus het zuur van die citroen, kun je veranderen. Het brein is echt opmerkelijk flexibel in het interpreteren van prikkels. En dat kun je ook buiten hypnose vrij makkelijk zien. Ik weet niet of je visuele illusies als The Dress kent. En die jurk die geel, goud of zwart-blauw is. Nou, met een beetje moeite kun je jezelf trainen om dat anders te gaan zien. En hypnose is eigenlijk de extreme vorm daarvan. Dus wat er gebeurt is dat er zintuiglijke informatie binnenkomt. Die sensoren in je tong die pikken wel dat zuur op. Sturen dat signaaltje ook naar je brein. En waar normaal gesproken dan de bewuste sensatie van zuur zou ontstaan, onder hypnose kun je dat tijdelijk even omleggen en ontstaat de sensatie van zoet of de sensatie van dit smaakt naar sinaasappel. En als gevolg daarvan ontstaat dus ook dat vieze gezicht niet, want je proeft die hele citroen niet. Terug naar ons hypnose duo Anouk en Aniek. Ondanks dat Anouk onder hypnose is, kan Jos haar vragen haar ogen te openen en een praatje met hem te maken. Hoe heet je trouwens? Anouk. En Anouk. Hoi. Hoe voel je, Anouk? Lekker. Lekker ontspannen? Ja. Ja? Voor jou ook de eerste keer? Ja. Alsof ze totaal wakker is en de hypnose doorbroken. Had je verwacht dat ze zo'n rustgevend gevoel? Nee, oké, sla maar, Anouk. Diep en vast. En weg is Anouk. Haar hoofd valt zo in rust naar beneden. Wat gebeurt hier? Ik heb hier een model van het menselijk brein. En eigenlijk het belangrijke deel voor hypnose zit voorin. Het gebied dat aandacht stuurt. Dus recht achter je voorhoofd. Nou, een van de interessante dingen die we weten bij hypnose en bij veranderde bewustzijnstoestanden, is dat de manier waarop de voorkant van je hoofd, de voorkant van je brein, praat met andere gebieden in je brein, verandert. Ook het ritme waarin boodschappen door je brein heen worden gestuurd, verandert. En een van de dingen die
bijvoorbeeld slaap of ontspannen toestanden karakteriseert, is dat hersengolven trager worden. Hersengolven, dat zijn nou echt letterlijk communicatietreintjes die door je hele brein heen lopen. Op het moment dat jij gaat ontspannen, dan krijg je dus meer alfagolven. Alfagolven is een term voor wat tragere golven. En zo hebben we nog meer Griekse letters. En op een gegeven moment hebben we het over delta-golven en theta-golven. En die theta-golven, die spelen een belangrijke rol bij hypnose. Die beginnen een beetje in een gebiedje dat zegt helemaal diep verstopt zit in het brein. Het is een gebied dat noemen we de basale ganglia. En als we het nou hebben over de automatische piloot, voor een deel zit hij dus daar. Als het gaat om bijvoorbeeld bewegingen en het koppelen van automatische reacties. En wat we dus weten, en wat we denken dat er bij hypnose gebeurt, want helemaal zeker weten we het nog niet, is dat die theta-golven die in die basale ganglia plaatsvinden, en die dus zorgen voor die communicatie met die frontaalschors, dat er dus heel even voor zorgt dat automatische reacties, zin hebben in een sigaret als je op het terras gaat zitten, tijdelijk eventjes overschreven kunnen worden. Een gek verschijnsel dat je met hypnose kan doen, is iemands spieren verstijven. Op het moment dat ik je hand wegtrek, zitten je voeten muurvast in de grond. Je probeert te gaan zitten op die stoel, maar het gaat niet. Jos probeert dat uit met Aniek. Je voeten kun je niet meer van de grond krijgen. Het is net als ze vastgelijnd zijn. Aniek staat met open ogen, volledig aanspreekbaar, voor in de theaterzaal. Nu, op dit moment, ben jij nu in hypnose. Nee. De hele zaal kijkt vol spanning naar haar schoenen. Oké, til je voeten nu maar weer op. Gouden laarsjes. Je kunt ze heel makkelijk optillen. En die gouden laarsjes... Ja, probeer. Want het is zwaar. ...blijven aan de grond genageld. Stijf. Het is hard. Hard. Het kan niet. Oké. Nee, echt niet. Ja, het vastzitten met je voeten aan de grond, dat is ook een ontzettend mooi voorbeeld van hoe je een automatische piloot onder hypnose kunt trainen of kunt veranderen. Dat hebben we zelf vaak niet door, maar ons brein heeft verschrikkelijk veel controle over onze eigen spieren, bewust en onbewust. Wat je onder hypnose kan doen, is zeg maar die bewuste controle over die spieren gebruiken om de illusie te geven dat je echt niet kunt bewegen. Dat kan, want je kunt inderdaad onder hypnose je spieren echt blokkeren. Wat we vaak vergeten is dat mensen eigenlijk ontzettend sterke spieren hebben. De reden dat we vaak geen enorme gewichten kunnen liften in de sportschool is niet zozeer omdat onze spieren het niet kunnen, maar omdat onze pezen het niet aankunnen. Dus in onze pezen hebben we daar een soort automatische bescherming in zitten dat we geen hele gekke dingen kunnen doen. Nou, wat kun je nou doen onder hypnose in bepaalde gevallen? Dat je heel kortdurend even die automatische bescherming eraf haalt, waardoor mensen ineens veel sterker lijken te zijn. Oké, en dan hadden we nog de Griekse godin. En als ik zo dadelijk stop zeg, valt je arm loodzwaar omlaag. En vanaf dat moment heet jij Venus. En als iemand durft te beweren dat je anders heet, dan word je zelfs boos. Reageren op je naam is bijvoorbeeld ook een aangeleerde reactie. Dus wat je met hypnose even kunt doen, is die automatische piloot heel even beïnvloeden door middel van een suggestie. En er zit geen eens een andere automatische reactie in. Tik je op je voorhoofd, kijk je me aan. Hoi, hoe heet je trouwens? Venus. Mooie naam. Ja. Kleine waarschuwing, de emoties lopen even hoog op, maar komt goed. Kijk eens, zij zegt dat ze jou kent. Hoe noem je haar? Hallo? Nee, zo heet ik niet. Raar mensen. Oké, slaap maar Venus, diep en vast. Heerlijk slaap. Anouk raakte behoorlijk overstuur. Als ik nu weer op je voorhoofd tik, dan ben je weer helemaal Anouk. Hey, hoe heet je trouwens? Anouk. De manier waarop zij reageerde lijkt in eerste instantie misschien niet echt op boos zijn. Ik was echt heel boos. Ik was zo boos dat ik verdrietig werd. Hij is echt een van mijn beste vriendinnen. Toen dacht ik echt, hallo. Haar reactie was dus ook eigenlijk wat ze normaal gesproken zou doen als ze boos zou worden. En dat is wel heel kenmerkend natuurlijk. Want het is niet zo dat je, als je in hypnose bent, ineens een onbeschreven blad bent dat de hypnotiseur maar van alles kan doen. Eigenlijk reageer je zoals je normaal zou doen. In dat soort situaties, dat zagen we nu ook gebeuren. Diep van binnen blijf je altijd zelf in controle. Fijne dag. De show van Jos zit erop. Hypnose werkt, dat hebben we nu al vastgesteld. Maar is dit nu iets engs of iets moois? We zetten dat vaak in een heel negatief daglicht. Ja, we worden voor de gek gehouden, dit is alleen maar suggestie en flauwekul. Dat is hoe beïnvloedbaar die automatische connecties in je brein zijn. Je kunt dat dus ook heel erg positief inzetten. Dus eigenlijk moet je het niet zien als een soort volksverlakkerij en flauwekul. Maar het is eigenlijk gewoon iets heel moois en iets heel gaafs wat je brein kan. Wat ontzettend cool is als je daar gewoon bij kunt. En dan nog één keer even terug naar de zaal. Hoe gaat het met onze proefpersonen? Weet je, als je heel levendig is gebeurd. Ja, als je heel levendig hebt gedroomd en dan wakker wordt en denkt,
Ja. Is dit nou echt gebeurd of niet? En dat je bijna moet gaan factchecken bij mensen van... Hebben wij nou ruzie gehad of was dit een droom? Vond je dit een leuke podcast en ben je benieuwd hoe die show van Jos eruit ziet? Op YouTube en op Spotify kan je ook de hele aflevering zien. Tot de volgende!